Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Deze tank, type 69-2, die is nog van Saddam Hussein geweest. Anderhalf jaar geleden was het nog één grote hoop roest. Een jaar geleden hadden wij de motor weer aan het draaien. Een maand geleden heeft hij op eigen beweging de eerste meters gereden. Maar vandaag hebben we hem pas serieus getest. Moet je maar eens even kijken. Komt-ie. Nou, de eerste test is eigenlijk nog niet heel slecht. Hij stuurt dus niet naar rechts. Het lijkt erop dat de stuurkoppeling daar nog even een beetje aangespannen moet worden. Hij slipt daar door zijn rembanden heen en zodoende kunnen we eigenlijk alleen maar naar links sturen. Maar links werkt echt super goed. We gaan even de motorkap openmaken en gaan we even kijken of we die rembanden wat meer aan kunnen spannen. Ja, voor de rest lijkt alles te werken. Onze flappen hangen er nog aan, dus dat is ook al niet zo slecht. We zijn er nog geen kwijt, hoewel het hier wel een beetje aan het afknauwen is. Maar ja goed, kijk, hij past zich gewoon aan op het voertuig, dat is goed hè. Ja, het ziet er alweer net uit alsof dat hij zo uit de woestijn is gekomen. Hè? Nou, laten we kijken of dat hij het nou beter doet. Zo. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik was net beneden gaan zitten, want die neus, hè, ja, die plank hier, dat is echt niet voor niks hoor. Je krijgt alle stof, dan gaat zo over die neus heen, dan krijg je recht in je gezicht. Ja. Hij draait niet meer. Hij moet draaien. In de bak van de koeling is kapot. We rijden daar even in de schaduw, kan hij even afkoelen. Dirk, jij rijdt nou. Oh, dat vind ik spannend. Jazeker.
Dat is wel leuk, denk ik, hè? Ruik, hè? Ja, ik kan. Het is echt gaaf, hoor. Het stuurt best wel zwaar, hoor. Ja, het is hard werken, hè? Dus ze laten hem even afkoelen in de schaduw nou. En dan, ja, dan denk ik verstandig is dat hem straks gewoon terug binnenrijden. Het kan natuurlijk zijn dat die de tandwielkast bovenop de versnellingsbak, dat daar een aandrijving kapot is. Maar wat ook kan, is dat die coaxiale as vanaf de tussenbak naar de versnellingsbak, dat daar iets misgegaan is. Dat kan ook, hè? Ik zet mijn geld daarop in eigenlijk. Ja. Dat zou niet best zijn, maar ja. Oeh, nou, je zou maar zo staan te sleutelen, hè, midden in de woestijn. En dan ondertussen de coalitietroepen in aantocht. In de woestijn is het al warm. Weet je? Dan zit je nog met een ding van de straat in je nek. We kunnen wel even een reconstructie doen van hoe het ongeveer ging toen deze tank werd buitgemaakt. Yo, houdoe. Saddam, zoek het maar uit. Met zijn kut tank. Houdoe, ja. Ik ga eruit. Dat was de eerste testrit. Ja, er zijn nog wel een paar punten van aandacht. Stuurkoppelingen zijn nog niet helemaal in orde. Die moeten we nog beter afstellen. En er is iets mis met de aandrijving van de koeling. Maar goed, daar gaan we volgende keer weer naar kijken. Hey, als jij nou nog veel meer beelden wil zien van dit testrijden en als jij wil zien hoe we dadelijk de tank naar binnen gaan rijden, check dan even ons tweede YouTube kanaal, Werkplaatsvlog. Hey mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.